Hallo, mijn naam is Shaheen en dit is mijn auditie voor de muzikantenopleiding. Voor mijn auditie ga ik van 3 verschillende liedjes 3 stukjes op de piano spelen. Ook ga ik die 3 stukjes die ik op de piano speel zingen voor jullie. Dit is het eerste liedje dat ik ga spelen op de piano, namelijk het liedje Ten Ham. Jullie gaan nu het refrein horen van Ten Ham en jullie gaan een stukje zeg maar, met tekst horen het refrein en jullie gaan een stukje zonder tekst horen. Dus een soort van refrein, einde van het liedje eigenlijk. En ik laat een stukje met tekst horen en een stukje zonder tekst. Dus eigenlijk het einde van het liedje, slash dat het, ook dat het refrein is. Zodat jullie een idee kunnen krijgen, zeg maar, van hoe ik het daarna op de piano ga spelen. Ten Ham, die ik dus zelf op de piano speel, maar dan zonder de tekst. En dit is het refrein dat ik zelf zing. Ik zit namelijk nog niet zo lang op zangles, maar zo hebben jullie wel een beetje een idee, zeg maar, op wat voor niveau ik met zingen zit. Oh. Trouwens, leuk feitje. Dit liedje Ten Ham is een liedje van mijn grootste inspiratie, een nieuwkomend zangeres, mijn tante Perwana. En ze heeft het gezongen samen met een ander nieuwkomend zanger. En het refrein wat jullie dus net hebben gezien en wat ik heb gespeeld, is het stukje van de nieuwkomend zanger. Niet van mijn tante Perwana helaas. Het stukje dat zij heeft gezongen, dat kan ik helaas niet op de piano spelen. Maar ik zou toch zeker wel graag willen leren om een stukje van mijn tante op de piano te kunnen spelen. Want ik wil, ik weet niet, ik kijk zo erg tegen haar op. En als ik dan haar stukje ook kan spelen, dan is het gewoon van, wauw, weet je. Ik kan gewoon een stukje van Perwana spelen. Like, oh my god, guys. En dit is de persoon waar ik gewoon super fan van ben. Like, I'm her number one. Mijn grootste inspiratie, mijn tante Perwana. منو با این چشمای خیز تنها نذار منی که مثل سایتم همه جوری بات راحتم هرچه بشه باز پایتم تنها نذار قلبم از جاش در اومد صبرم آخر سر اومد Wat jullie net hebben gehoord, ga ik nu zingen voor jullie. Nemi se ashorat beshi, nemi tuni mo bad beshi, mane boye chishmoye chiz, ten hom nezor. Mane ke meser soyatan, ame juri bot roatan, hachi beshe bos boyatan, ten hom nezor. قلبم از جست در اومد صبرم او خر سر اومد بیار En het volgende liedje is het liedje Stitches van Shawn Mendes. Dit is het refrein. You watch me bleed it till I can't breathe. Shaking body down to my knees. And now that I'm without your kisses. I'll be needing stitches. Tripping over myself. Mij de refrein zelf spelen.
En nu ga ik het refrein van het liedje stukje zingen. Hier komt ie. You watch me bleed until I can breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, all we need is stitches. Tripping over myself. Aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, all we need is stitches. Het laatste liedje, of eigenlijk stukje dat jullie zien, heb ik geschreven samen met mijn zangdocent. En het is mijn eigen liedje en ik heb er dus een variatie op bedacht. Hier komt dus de variatie van mijn eigen liedje op de piano. En nu ga ik het refrein van mijn eigen liedje zingen, namelijk Azizam. En trouwens, Azizam betekent schatje in het Perzisch. Azizam, ik ben verliefd op jou. Ashiqitam, ik vind je leuk. Azad Ghosham, ik hou van jou. Dusitam, Azizam, Azizam. Dit liedje is een Nederlands les Persisch-talige liedje. Het is mijn allereerste liedje ooit en hij is nog niet uit. Ik heb er wel ingezongen met mijn zangdocent en ik ga binnenkort ook een video over maken. Alleen ik wil nog even de puntjes op de i zetten en dan ga ik hem ook natuurlijk uitbrengen op mijn YouTube kanaal. Dit liedje betekent heel veel voor mij en dat komt omdat het gewoon überhaupt mijn allereerste liedje ooit is. En het is, ja, ik weet niet, het is toch speciaal voor mij, want het is mijn eigen liedje die ik zelf heb geschreven, zelf heb gezongen. Alleen helaas niet op de piano heb gespeeld, want zo goed piano spelen kan ik nog niet. En dat hoop ik wel tijdens de opleiding te leren. Dus ja, ik hoop dat jullie het een leuk liedje vinden. En ja, ik weet niet, het is gewoon onbeschrijfelijk voor mij. Dit was mijn auditie voor de muzikantenopleiding. Ik hoop dat jullie een goed beeld hebben gekregen van wat ik tot nu toe op de piano kan. En waar ik zeg maar qua zangniveau nu zit. Ik ga natuurlijk wel verder met pianolessen en zanglessen. En ja... Dit was dus mijn auditie voor de muzikantenopleiding. Ik hoop jullie terug te zien in de volgende ronde. Alvast bedankt. Daag!